dames en heren. Hallo. Het is donderdag. Ja. Het is 11 mei. Mm-hmm. 11 mei. Doe maar 11. 11 mei. Ja, anders zijn we te snel ook natuurlijk, hè. Dat klopt helemaal. 6 uur, dat betekent... 6 keer gaat de koekoek roepen. Wat maak je me nu? Wat maak je me nu? Kijk eens, komen. Hoppa, daar komt hij al binnen. Daar komt hij al binnen. Zullen we dan maar meteen even gaan kijken al? Ja. Wacht, ja. Moeten we even daar naar het video gebeuren gaan, hè? Ja, videofoto. Dit is jullie eten voor vandaag? Dit hebben wij net hier naar binnen gewerkt voor het programma. Oh. Deze kant, Romario. Kijk eens aan. Oh. Zijn dat... macaroni salade met augurk, worteltjes... Ertjes. Scampi's noemen wij het. Dat zijn eigenlijk wel garnalen, ja. Scampi's. Ja, wat is het verschil tussen scampi's vergeleken met gambas of garnalen dan? Ik denk dat de scampi's net iets kleiner zijn nog. Ah, nog kleiner dan de gambas of kleiner dan de garnalen? Nee, groter dan de garnalen, maar kleiner dan de gambas. Oh, oké, dus er zit er tussenin. Ah, oké. Okay. Ja, denk het wel. Volgens mij is dat het verschil. Met een soort kruiden erop? Of, Nee, dat is klaargemaakt in de airfryer. Oh, een airfryer receptje met een... Een mengeling van kruiden die we er dan eerst even op aanbrengen. En dan gaan ze 8 minuten de airfryer in. En dan zien ze er zo uit en dan smaken ze. Onnoemelijk lekker. Nou, ik moet zeggen, ik heb net gegeten, maar ik krijg er nu wel honger van. Dus. Ja, dan heb jij toch wel pech, want ik heb het hele doosje netjes leeg gegeten net. Nou, dat is jammer. Maar... We kunnen misschien wel eens iets regelen dat ik er nog wel eens een keertje maak voordat we naar hier toe komen. Dan komt het helemaal goed. Ja, zeker, dat lijkt mij heel lekker. Dat was het. Maak je minuutje van. Roel. Had dat dan net gezegd, joh. Ja. Had er het wat meer kunnen maken misschien? Ja, hoe had ik dat weten? Ik was al bezig met mijn kipvingers. Dat was ook helemaal in verzonken. Jij eet iedere week frieten hier, hè? En ook iedere week kipvingers, volgens mij. En iedere week kipvingers. Top. Ja, Wesley, dat klopt inderdaad. Wat heb jij gegeten dan Ik heb hem nog niet doorgestuurd, toch? Nee, ik zie niks van jou. Nee, dan ben ik wel eens benieuwd wat jij hebt gegeten dan. Wacht, ik ga even... Dan moet het wel iets heel lekkers geweest zijn, ga ik vanuit. Ja, ik was iets te laat om het te fotograferen, want ik had heel veel honger. En ik had het al opgegeten voordat ik een foto maakte. Oh, dus ik heb nog maar een heel klein beetje... heb ik kunnen fotograferen. Daar komt-ie. Dus het is een wat had je menu gemaakt? Een wat had je menuutje. Ja, en dan krijg je ongeveer dit. Ik eet 3 keer per week eet ik HelloFresh. En dit was een gerecht van HelloFresh. Kennen jullie dat in België? Ja, natuurlijk wel. Ja, die komen de grens over met een aantal elektrische Vito-bestelwagens. En die rijden half Limburg in België ook af met... Nou, heel Nederland ook, hè? Ja, heel België. Ja, ik denk het wel. Maar ik zie ze wel vaker bij onze grens overkomen. Bij Mazijk. Ik heb ze een keer opgezocht. HelloFresh is ook wereldwijd. Ja? Ook in Amerika. Duitsland, noem maar op. Goh, als die biefstukken van hier tot in Amerika moeten, dan zijn die volgens mij wel niet meer goed. Dat denk ik ook. Kleine trucje met zo weinig benzine. Het kost al zoveel benzine. Ja, het zijn elektrisch, hè? Oké. Normaal rijden ze elektrisch, ja. Want ze staan ook net altijd bij de grens in Mazijk. Mechelen of zo staan ze altijd ook even te laden, de heren van HelloFresh. HelloFresh. In ieder geval, ik had spaghetti met champignons erin. Die vind ik dan niet zo lekker. Die heb ik even aan de kant gedaan. Daar zat prei, ui en gehaktballetjes. Maar die zie je hier niet meer, want die vind ik het lekkerste. Dus die daar begin ik mee. Oh, jij bent zo'n selectieve eter. Zo. Eerst allemaal de gehaktballetjes eruit vissen. Eerst het vlees, dan de aardappelen. Ik ben een hele moeilijke eter. Ja. Maar het ziet er wel lekker uit. Het HelloFresh is heerlijk. We hadden deze week ook een gerecht taboulet met kipgyros. Mm-hmm. En taboulet is, wat is dat? Bulgur is dat. Bulgur. Dus zo'n Marokkaanse rijst is dat. Ja. Geen couscous, maar iets anders. Iets anders. Ja, heerlijk. En ja, dat doe ik 3 keer in de week. En 2 keer in de week dan koken we het zelf. En de andere 2 dagen dan of bestellen of we gaan wat ophalen. Mm-hmm. Dus dat. En dat was mijn wat maak je menu. Ik ben benieuwd naar de wat maak je menu'tjes van onze kijkers. Ja. Dus niet alleen een Nicky. Ik wil ook eens even wat andere mensen gerechtjes zien. Maar Nicky mag, hè? Nicky mag natuurlijk mag Nicky sturen. Maar ik ben ook wel benieuwd wat de rest allemaal eet. Zo op zo'n donderdagavond net na 6. Mm-hmm. Of misschien net voor 6. Dat kan natuurlijk ook.
Laat het weten, inderdaad. 06 1070 7000. Dat is het nummer waar je niet alleen de verzoekjes naartoe kunt sturen, maar ook de wat maak je minuutjes. Vind ik wel. Hey, Nicky is wakker geschoten. En Nicky gaat eerst even Wesley iets verwijten. Nee, niet verwijten. Hij heeft wel een goede raad voor jou, Wesley. Luister even. Een tip. Nicky, vertel hem maar. Een tip van Nicky. Maar Wesley, je weet toch dat alle fras wel duur is, hè? Oh, een beetje negatieve reclame op HelloFresh. Ja, is dat zo, Wesley? Leg eens uit. Het ligt er een beetje aan welk gerecht. Ik bedoel, weet je, je kan naar de supermarkt en dan kan je datzelfde gerecht dat kan je in de supermarkt kopen. Nou, dan ben je vast wel een paar eurotjes goedkoper uit. Maar ja, je weet in de supermarkt als je daar komt, dan ga je niet alleen maar de dingen pakken die je nodig hebt. Dan pak je ook nog wel eens hier en daar en zus en zo. En dan een snoepje en een koekje. Precies. Ja, ja. En ik was gisteren bijvoorbeeld naar de Jumbo. En toen had ik 5 dingetjes. Ik had een pot kwark. Nee, 2 potten kwark. Een tros bananen, een paar appels en een pak rijstwafels. En raad dus wat ik kwijt was. Wacht. Dus 2 potten kwark, een appel, een tros bananen. Nee, 4 appels. Oké, nog 4 appels, 2 potten kwark, een tros bananen en... Een pak rijstwafels. En dan nog een pakje kipfilet. Oh, dat ook nog. Ja, aangezien we het hier over dure prijzen hebben, zal ik zeggen rond 30, 40 euro zoiets. Nee joh, nee, dat dan weer niet. Nee? Nee, oké. Okay. Dat is een beetje te overdreven, maar ik schrok wel toen ik ineens 17 euro moest betalen voor dat beetje. Oeh. 17 euro voor 5, 6 producten. Dus dat is toch veel, ja. Ik vind dat veel, omdat ik ook natuurlijk 10 jaar geleden, dan betaalde je daar gewoon een tientje voor. Hè? Prijzen zijn ook wel gestegen de afgelopen jaren. Mm-hmm. Gelukkig gaan de lonen ook weer een beetje omhoog. Ja, is dat zo hier? Bij ons niet. Nee, bij jullie niet? Nee. Nou, dan wordt tijd om te verhuizen dan, hè? Nee, ik denk het niet. Nou, helaas. Het viel te proberen, Mart. Maar na de goede raad van Nicky heeft hij ook zijn fotootje doorgestuurd met hetgeen wat hij aan het eten is. En dat ziet er zo uit. Dat lijkt op iets met aardappelpuree en een soort van jus. Ik denk, het kan ook zuurkool zijn. Oké, daar toch? Heb je... Ja. Maar in ieder geval, ik zie bruine jus. En niet toch van nou, ik denk dat het aardappelpuree is, omdat ik in de verte zie ik iets van rode bieten of rode kool. Dat zullen dan wel de groenten zien in dat bakje. Ja, in dat witte bakje, inderdaad. Ja, zou je en hij heeft ook nog een gezond dessertje aan de rechterkant staan op het scherm. Appelmoes. Ah, lekker. Alweer appelmoes? Dat is weer appelmoes. Ik dacht weer al yoghurt. Volgens mij is het Nicky van de appelmoes. Maar appelmoes is ook hartstikke lekker. Maar water is ook heel gezond, hè? Dat heeft hij dan ook wel weer. Ja, dat ook. En ik weet niet wat in die blauwe kan zit. Water, met een smaakje, denk ik. Ik denk van iets van citroenen. Limoen of citroen, inderdaad. Ik denk water met een smaakje. Water, dat zal het vast zijn. Hè? Water met een smaakje is hartstikke lekker. Ja, en als je dan met Chalk wabbelt, dan zegt Chalk altijd, er zat een smaakje aan. Er zat een smaakje aan? Het smaakte naar nog, zegt Chalk altijd. Het smaakte naar? Naar nog. Wat is nog? Meer. Meer? Het smaakte naar meer. Oh. Ja, als je met Chalk een ijsje gaat eten bijvoorbeeld, dan zegt Chalk er altijd, als je een bolletje of 6 ijs naar binnen gewerkt heeft, dan zegt hij, het smaakt naar nog. Het smaakt naar nog? Ja. Nog meer? Nog een bolletje of achterbij? Ja, doet hij los. Vlotjes. Maar goed, in ieder geval, dat was de wat maak je menu van Nicky. Als er nog kandidaten zijn of nog mensen zijn die willen laten weten wat ze gegeten hebben, die uit België gaan sturen, 0031 6107073 0. De Nederlanders 06 1070 7000. En wij naar Lekker Lachen toe. Ja? Ja, kijk eens, we zijn al een klein beetje te laat met Lekker Lachen. Wat, waar gaan we om lachen dan? Ik ben totaal een klein beetje onvoorbereid deze strijd aangegaan. En ik heb 2 mensen tevoorschijn getoverd. En we gaan heel ver terug in de tijd, 1979. Oeh. Dat is zomaar heel even 43 jaar terug in de tijd. En toen kwam Willem Ruijs opdagen in de Martine Bijl Show. Kennen jullie Willem Ruijs nog? Kijk even Mart aan. Mart waarschijnlijk? Nee, Mart zeker niet. Nee, nou, ik ken veel mensen van vroeger, maar Willem Ruijs zegt me niks. Nee. Willem Ruijs is een presentator, entertainer uit Nederland. De man is jammer genoeg overleden. Hij is niet meer onder ons en al heel veel jaren niet meer. Te veel jaren niet meer zelfs. Hoe lang is het dan al geleden dat hij overleden is?
Dat is een strikvraag. Mag ik dat ook even opzoeken dadelijk? Dat mag zeker. Oké, okay, dan gaan maar we... Maar dan kan ik ook inschatten of het inderdaad of ik hem gekend heb of niet. Als je al 20 jaar er niet meer is, dan is de kans groot dat ik hem niet ken. Ik denk dat hij al meer dan 20 jaar niet meer onder ons is. Nou, kijk, dan, nou, dan kan ik inderdaad Willem Ruijs niet, denk ik. Willem Ruijs, zoeken via Google. Willem Ruijs. Geboren in 1945, overleden op 4 augustus 1986. 86, toen was ik, 8 jaar vloeibaar. Ja. Ja. Toen was ik nog langer vloeibaar. Toen was ik intussen al 17. 17, dan kom jij uit 69. Yes. Ja, ik hoorde de radertjes kraken daarboven voor dat rekensommetje. Ja, ik ben normaal niet zo heel goed in rekenen, maar dit ging vrij vlot. Ja. Oh, moet ik je toegeven. Dat maar klopt. In ieder geval, Martine Bijl was een cabaretière en die had haar eigen tv-show in de tijd. Dat was nog de tijd dat we op zaterdagavond naar de Willem Ruijs-show keken, naar de Martine Bijl-show. Ook in België werd er heel veel naar Nederlandse televisie gekeken. En daaruit heb ik een stukje gehaald. En ik denk, Martine Bijl kennende en Willem Ruijs kennende, denk dat lachen wordt. Dat denk ik ook. Gaan we ervoor mannen? Ja, lekker lachen. Daar komt ie. Radio Koraal. Jij hebt vast wel heel lekkere koffie. Ja, ik heb koffie. Ja. Nee, ja. Doe er maar een broodje bij. Doe maar. Lever maar. Ja. Ja. Yeah. Niet zo. Nee, dat is wat. Nee hoor, doe maar kaan. Nee, helemaal bijna geen brood. Nee. Een beetje een knoer. Wat ze, laat me even dat broodje, wacht maar. Wat zijn dat voor die dingen daar? Dat heet een berenhap. Moet je daar hebben? Ja. Nee, ik bedoel, doe toch maar een broodje lever. Ja. Yeah. Veel op. Nou, dat is heel lief hoor. Hey, ik ga eens. Kan ik even bellen hier? Achter of zo? Ja, nee, ik heb. Hier. Oh. Ja, je kunt zo draaien. Ja, ja. Ik zou graag iets aan niks. Ja. Ja.
Ja, hallo. Met mij, ja? Nee, nee, dat wou ik net zeggen. Ik blijf hier vannacht, ja. Ja, kerstnachtje. Ja. Nee. Nee, ik kom hier niet meer weg. Dat weet ik nou al. Ja. Lekker ding, ja. Lekker snel ook vooral. Ja, dat weet ik, ja. In een snackbar. In een snackbar. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat, ja, dat lukt wel. Het lukt me altijd. Ja. Er valt hier in ieder geval wat te versieren. Ja, ik heb maar één bed. Precies, ik heb maar één bed nodig, juist. Hm. Maar het gaat me erom dat je het even weet. Ja, precies. Ja. Wij doen ons uiterste best. Dag. Die deurtjes, hè, zitten die altijd dicht? Deurtjes? Die deurtjes die zitten altijd dicht. Maar jij weet nu best welk deurtje op er open is. Natuurlijk weet ik niet welk deurtje open is. Wordt er veel uitgeknipt? Ja, bedoel jij? Ik word er veel uitgeknipt. Nou ja, bedoel zo. Daar lees je wel dat er dan van die dingen gebeuren. Dat het dan wordt uitgeknipt later, hè? Uit het programma. Maar er is helemaal geen reden. Er wordt nooit. Dat gaat in één keer. Je ziet. Klaar. Nee. Kan je ook opgeven naast publiek? Jij kan je. Jij kan je zelfs opgeven als deelnemster. Het enige vervelende is dat we voor 10 jaar hartstikke vol zitten. Oh. Nou ja. Maar nou ik. Waar kan ik hier slapen? Dus je wou wel hier blijven? Ik wou wel hier blijven, ja. Nou, vind wel goed, hoor. Je bent het toch wel echt, hè? Ja. Nou, je mag dan wezen wie je bent, maar je kan het toch wel een klein beetje gezelliger aanpakken. Doen jullie dat altijd zo in het gooi? In het gooi? Ja, nou, ik bedoel, je gaat er maar vanuit, hup, dat je hier blijft en je wil niet eens weten of ik wel getrouwd ben. Ik kan wel getrouwd wezen. Wie zal het zeggen, tenslotte? Hm. Ja, ik ben niet getrouwd, hoor. Hé, hey, weet jij, echt niet een plek voor vannacht, een motelletje of zo? Of wou je in een motel? Ja, ik kan moeilijk op die toonbank gaan liggen. Ik denk dat je dat ook gek zou vinden, of niet? Nee, maar ik bedoel, het is hier wel een dorp. Er is hier helemaal geen motel en er is ook niet eens een hotel hier. Er is hier helemaal niks. Helemaal? Oh, daar ben ik wel mooi mee dan. Weet je, ik begrijp het eigenlijk niet helemaal zo goed. Ik dacht dat je hier wou blijven. Hier? Ja, dacht dat je het zei. Ik woon hierachter en het is morgen de eerste kerstdag. Dacht ik, kan je lekker uitslapen en dan maak ik nog een lekker ontbijtje voor je. En ik kan nog een eitje voor je kopen. Ja? Ja. Maar je luister, kijk, als het klaar is, dan wil ik zo snel mogelijk wegwezen. Begrijp je? Ja, nou, moet wel begrijpen. Maar ik moet er eerlijk gezegd wel een beetje aan wennen. Hé, hey, ik geloof... Ja, wacht even. Snackbare schakel. Wie? Oh, hallo. Ja. Ja, die zit hier, hoor. De enige echte. Ja. Wat moet... Dat zijn auto klaar is. Was hij kapot aan? Oh, ik kan hem halen. Ja. Nou ja. Nee, ik zal het zeggen. Oké, okay, ja. Ja. Daar.
Dat was de garage. Juist. Dat, je kan je auto halen. Met het goede bericht dat mijn auto op kerstnacht klaar is en dat ik nu hem ga halen en naar huis ga, als je het niet erg vindt. Ja, moet je niet nog een kleinigheidje hebben of zo? Ik heb nog wat. Niet nog zo'n broodje. Ja, maar iets anders ook. Je kan er nog... of zo. Nee, echt met je luisteren. Een half uurtje kan je er nog wel zelf blijven zitten. Ja, er komt hier helemaal niks langs anders zo. Lieverd, ik vind je ontzettend aardig. Maar ik ben dood op je, maar ik ga Ruud naar huis toe. En dat zou je gek vinden. Ik ga zo mijn bed in. Alleen. Vertel. Vertel. Als ik zeg Liverpool, gaat er dan een belletje rinkelen? Eurovisie Songfestival. Ja. 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 Als ik zeg dat Nederland al op de vinger zit. Wij doen niet mee, maar goed, dat hadden we na het eerste... hoe moet je het een optreden noemen? Ja, maar weet je wat het is? Ik heb het gezien. Ik heb het niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt wel een commotie meegekregen hier in Nederland? Nee, ook niet. Nou, dan gaan wij dat even vertellen, man. Ja, Nederland had dus een nummer gezonden. En tijdens de testrondes hebben ze heel vals gezongen. Ja. Ja. Zo vals dat de mensen eigenlijk zeiden dat ze dat eigenlijk gewoon hebben gezegd... Ja, we moeten ze eigenlijk gewoon het Songfestival uittrekken, want dit is echt gewoon belachelijk. Huh? Ja. En ik weet nog dat... wanneer was het? 2 of 3 weken geleden? Dus 2, 3 weken voor de show is het liedje nog gewoon aangepast. Toonhoogtes zijn aangepast. Okay. Ja, het was een ramp in die testrondes. Maar bij de show zelf, en dat heb ik gezien... Ze hebben ze wel. Ik vond wel dat het goed is dat ze die toon ook hebben aangepast. Maar bij de show zongen ze wel gewoon zuiver. Oké. Okay. Dus ik kan het. Ja, het liedje is natuurlijk al een aantal maanden bekend. Want de inzending die is meestal een aantal maanden van tevoren. Ik vind het best een prima lied op de radio. Hè? Ja, maar wel. Live? Nee, het trekt me niet zo live. Oké. Okay. Nee, maar ze zongen het in ieder geval zuiver tijdens de show. Maar helaas was het net niet goed genoeg. Want mensen vonden het blijkbaar veel interessanter om een soort discount YMCA op het podium te zien staan dan Nederland. Laat het zo zeggen, het was best wel een interessante avond. Ik was aan het proberen om een fotootje van onze Belgische inzending te krijgen. Die staan trouwens vanavond in de halve finale. Onze Gustav. Ja, de halve finale. De tweede halve finale. Die is vanavond. Ja. Nou, gelukkig is er ook voetbal op tv vanavond. Gelukkig. Okay. Gelukkig hoef ik daar ook niet naar te kijken dan. Maar ik krijg ook niet naar de halve finale van de tour. Doen ook geen Belgische clubs meer mee, helaas. Nee, dus. Nee, dat is waar. Ja, helaas. Probeer eens gewoon maar. Pas op met wat je zegt nu, hè. We hadden het een tijdje geleden ook al gezien hoe dat op de radio ging. Nee. Wat? Foute voetbalopmerking en er ontstaat halve ruzie op de radio. Ah, wij maken nooit ruzie. Nee? Nee, wij doen altijd maar alsof. Oké, is allemaal een toneelspel. Net zoals meneer Ruijs toen net. Allemaal een toneel. Zo, dus wat gebeurt met Janne allemaal? Ah, dat is het Belgische nummer. Hier is het Belgische nummer. Nu niet meer. Ja. nu hebben we een sneak preview hebben we even kunnen geven. Ja. Ik wil eens even weten, zijn er trouwens mensen, kijkers, luisteraars die het Songfestival volgen? Doe het even, ab het even door, want ja, is wel leuk toch? Als ja, natuurlijk voor de liefhebbers. Even peilen wie vanavond allemaal gaat kijken. Vanavond dus de tweede halve finale. Komende zaterdag is dan de grote finale. De grote finale, maar ik... Ik hoor dat België heel goed staat bij de boekmakers. Mm-hmm. Zweden is topkandidaat, heb ik begrepen. Ja, maar Zweden is altijd topkandidaat. Daar kun je veel over zeggen, maar Zweden is altijd al populair geweest. En wat is de inzending van Zweden? Hebben ze een man of een vrouw? Ze hebben die dame wat op die zonnebank ligt. Ja, luister, ik snap best dat als Zweedse dames opgestuurd worden, dat de kans heel hoog en groot is dat ze winnen. Ja, maar dat is altijd al geweest. Zweden is heel populair geweest. Altijd, die hebben van alle landen, bijvoorbeeld Eurovisie, heel vaak gewonnen, maar ook... vaakst in de finale gestaan. Maar hoe komt dat dan? Dat dan zo'n land toch wel altijd topfavoriet is? Blijkbaar sturen zij gewoon nummers in vaak die mensen leuk vinden dan. Maar het kan ook misschien... Ja, maar Zweden is nog niet echt een land waarvan je denkt van... Ja, oké, okay, ABBA. En, ABBA is ook van het Songfestival begonnen, hè? Ja, absoluut. Dus, Waterloo. Daar kunnen we niet veel over zeggen voor de rest...
Ja, het nummer Waterloo van ABBA, ja. Is, daar braken ze eigenlijk door. Hè? Ja, daar is het mee begonnen. Dan moet ik even Roel aankijken. Dat is natuurlijk ook weer een 80 jaar geleden. Dankjewel jongens. Ik zie jullie ook graag. Ik kan me nog herinneren dat Nederland toen één keer met Ding A Dong heeft gewonnen. Ding A Dong. Ja, dat was volgens mij de laatste keer dat Nederland won voordat Arcade weer won. In 1974, zag het de redactie nu net in mijn oortje. nummer Waterloo, 1974. Dan komen we ook weer, even denken, dat is 25, dat is bijna 50 jaar geleden. Voor 48 jongens. Een half... bijna 50. Een half millennium? Halve eeuw? Een halve eeuw, ja. Half millennium is 500 jaar, weet je. We zitten al op 250 jaar in elk geval. Trouwens, we hebben nog in het eerste uur nog 7 minuutjes te gaan. In het tweede uur zit onder andere nog ons hoger lager spel. Ja, ik ga nog niet vertellen met wie. Oh. Dat is nog een mystery. Mystery guest. Hij weet het zelf ook nog niet. Heel erg leuk, hè? Ja, denk het wel. Hoop het dan, tenminste. Ik hoop dat hij het leuk vindt. Ja. Hopen we. Ja, misschien word je wel zomaar gebeld. Ik weet het niet. Dan zit je nou thuis van, zou ik het zijn? Nou, diegene weet het niet. Hoger lager inderdaad. We gaan straks, maar dat is iets voor 8. Gaan we afscheid nemen van iemand. Oh. Afscheid nemen. En dat doen we van een persoon waarvan de meesten op de bies gaan wel kennen. Maar van misschien wat minder. Maar goed, afscheid nemen bestaat ook in het leven. Helaas. Hebben we de koekoek wel gehad? Nee, de koekoek is nog niet geweest. 1, 2, 3, 5, 7. Ja! 7 keer de koekoek, jongen. 7 keer de koekoek, die gaat weer terug de kast de volgende week. Het koekoek. Zo, ja, ik had even een ADHD-momentje, sorry, bij mijn macht. Ik dacht dat je die koekoek wilde opeten of zo. Dat je wel weet. Ik heb niet meer zo heel veel honger. Nee, dat snap ik. Ik dacht je zou een stukje kippen type. Wie zei dat? Snap ik? Hebben we iemand een nieuwe stem? Het lijkt erop dat iemand nieuw bij is. Wie is deze grote beer van een vent hier die naast beer staat? Beer van een vent ook nog, hallo. Ja, wie is deze viking die hier staat? Hey, die vind ik leuker. Ik heb ook de haren voor, dus lekker lang zo. Staartje erbij. Hallo! Goedenavond. Hi. Bram was het, hè? Ja. Ja. Soms. Ja. Soms wel, hè? Morgen is het weer iemand anders? Ja. Nee, morgen is het stagiaire nummer 1. Stagiaire nummer 1? Ja. Ja, de stagiaire nummer 1 die weggaat. Ja, precies. Daarover later meer. Precies. Bram, welkom bij de show. Dank u wel. Is het niet je eerste keer, hè? Nee, is het mijn vierde, vijfde of zo. Bij de avondshow, hè? Vierde volgens mij. Vierde show. Derde in de show? Vierde in... Aanwezigheid hier. Aanwezigheid. Andere achter de schermen bij de camera. Dringende activiteiten. Het redactiewerk. Redactiewerk. Ja. Is hij er al, de taxi, Mart? Ja, hij is er al. We moeten wel bekendmaken nu, want dan heb ik een heel speciale gast hier. Hij staat de polpen om te beginnen. Nou, dan doe het roffeltje maar, Wesley. Ja? Doe het roffeltje maar. Ja, we moeten eerst even overschakelen naar de studio, hè? Ik bedoel... Mogen we al overschakelen naar de studio met het beeld? Ja, kom maar. Ja, doe maar een beeld van de... Ja, het is niemand minder dan de enige echte man van L1. Oh. Ja, een heel speciale gast natuurlijk. Hallo, hoe is het met u? Ja, hoe is het met u vandaag? Oei, hij is niet erg spraakzaam. Oh nee, het is niet echt spraakzaam, nee. Ja, we hebben dat... Ja, kun je ook maar iets zeggen eigenlijk? Ik hoor een heel irritant piepje met mijn koptelefoon. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar deze man, ik weet niet wat... Daar gaat onze gast. Ja, we gaan het hoffelijk starten. Wie is het? Wie is onze gast voor vandaag? Goedenavond. Wij bent de gast, ga ik vanuit. Ja, daar gaan we vanuit. Ja, dan weet je wat? wij moeten even de switcher realiseren met... Zo, ja, kijk, die staan we goed. Ja, hier is de echte gast, joh, dames en heren. Het is Bram. Bram! Een applaus! Hey. Bram. Ja, Bram, hoe is het met jou? Ja, prima, ik heb er zin in. Jij hebt er zin in, ik heb er ook wel zin in, want ja, hoger lager met jou, dus ook weer eens iets nieuws, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik had gehoord dat ik mee mocht doen, dus ik kom mee. Ja, Wesley, jij hebt trouwens gelijk. Wat hoor ik daar voor een sci-fi geluid door mijn koptelefoon komen? Ja, dus Star Wars dat... De Star Wars. De Star Wars. Heel erg sci-fi en chic dus. Nou, ik hoor het perfect geluid, jongens. Nou ja, dan in ieder geval, wij moeten door, jongens. Deze show, we zijn al een beetje laat begonnen. Ja, goed. Bram, ken je de spelregels van hoger lager? We gaan goed door. Ja, nog een beetje, maar je mag ze even herhalen. Nou, ik herhaal ze sowieso voor de kijkers en luisteraars die nieuw zijn. We hebben daar een bord. Een heel mooi bord. Dat leeg is.
Daarop mogen zo meteen een aantal cijfertjes verschijnen. Cijfertjes van 1 tot en met 20. Aan jou stel ik de taak om te raden of het cijfer wat je ziet, of het volgende cijfer hoger of lager is. Heb je dat goed, krijg je een puntje erbij. Heb je dat niet goed, puntje eraf. En als je, ja, je moet gewoon zoveel mogelijk punten. Nou, Ralf, vorige week heeft voor jou al 4 punten neergezet. 4. 4 hele punten. En jij moet dus meer dan 4 punten verdienen als jij een kans wilt maken op de grote prijs. En wat is de prijs, Wesley, eigenlijk van deze maand? Want we mogen dat wel bekendmaken. We mogen hem bekendmaken. We hebben het vorige week nog niet gedaan, hè? Nee, want toen hadden we nog niet echt iets bedacht. Daar gaan we heel eerlijk over zijn. We waren nog aan het zoeken. Nou, we hadden wel iets bedacht, Mart. Maar ja, we wilden het gewoon even spannend houden. Oké, nee. Wat jij zegt dan, hè, Wesley? Ja, wat ik zeg. We lopen een beetje achter of voor? Achter, dat zou ik zeggen, hè? Achter voor. Hij heeft echt een horloge. Ik hoef niet in mijn pols meer te kijken. We lopen heel erg achter, Mart. Ja, oké. Dan gaan we maar het eerste nummertje laten zien, jongens. Het eerste nummertje! We moeten nog even... Ik zie hem nog niet. Hij... Hopelijk zijn ze niet zo lui als vorige week, want dat was ook, sloeg ook niet. Ja, het eerste nummertje, nummer 4. Nou Bram, nou is aan jou natuurlijk de vraag. Is het volgende nummertje hoger of lager dan de 4? Denk eraan, je kan maar tot de 20. Oké, dan ga ik voor hoger. Bram gaat voor hoger dan de 4. Ja, en daar komt natuurlijk ook even een regel die we nu altijd uitleggen. Als we het trommelgeroffel instarten, mag jij niet meer terug. Dus het moet definitief zijn, jouw antwoord. Ja, we gaan voor hoger. Hoger dan de 4. Het eerste nummer, gezegend voor Bram voor de avond, is het nummertje... 20. Ja, het is hoger. Dus, mooi nummer. Kijk eens aan. 1 punt. 1 punt. Erbij. Ja. Heerlijk. Ja, dat is een mooi geluidje. Dat is een goed geluidje. Maar Bram, ik weet niet of ik je dit moet vragen. Ik durf het eigenlijk niet, maar kijk nou eens even naar wat daar staat. Ik moet aan jou vragen of dat nummer nu hoger of lager is. Dat is de moeilijkste vraag die iemand kan beantwoorden. Maar jij denkt, ik denk dat jij dat wel weet. Ja, ik ben aan het twijfelen, moet ik zeggen. Hij is aan het twijfelen. Ja, ik zou zeggen, als ik dat zo zie, twijfel ik ook wel een beetje. Dus, maar jij moet het zeggen uiteindelijk, hè? Ja, ik ga voor lager. Hij gaat toch voor lager. Hij gaat voor lager, ja. En dan ben je zeer definitief over. Oh ja, ik hoor sommige groffel, hallo. Ja, hallo. Ja, stel dat hij, als je het ook bedenkt. Oeh, ja. Ja, 2 punten voor Bram. Nummertje 2. Een 2. En ja, die 0 van die 20 is nu als een puntje daar omhoog gegaan. Dus dat is heel mooi om dat te zien. Bram. Ik heb een vraag voor jou. Het is een heel lastige vraag, maar ik moet hem toch stellen. Ik moet aan jou vragen of het volgende nummer hoger of lager is dan die 2 wat daar staat. En jij moet dat weten. Oh, hij had nog niet geantwoord. Ja, was iets te vroeg. Ja, volgens mij, hij dacht volgens mij al aan een antwoord. Trommelgrof heeft dat opgepikt. Goed, jij mag het zeggen, hè, jongen. Ja, we gaan voor hoger. We gaan voor hoger. Ja, ik zal eens even kijken naar omhoog. Ik zal eens even kijken naar laag. Ik denk dat het wel goed zit. Ja, ik zie daar helemaal niks. Ja, ik zie een paar stukjes duct tape die er daar al een maand of 2 liggen. Dus, een maand of 2? Langer dan dat. Kan je vertellen, die zit er heel langer. Ja. Al minstens sinds 2017 of zoiets. Ja. 1995. Ja. Maar ja, in ieder geval, het gaat erom dat daar boven zit. Hoger dan de 2. Ja. We gaan het doen. We gaan hoger. We gaan hoger. Laat die nummers maar regenen. Ja, we gaan regenen. Dat doet er al veel, veel hier in dit land. Ik ben klaar met neerslag, maar dat mag wel regenen. Ja! Nummer 16, dat zijn 3 hele punten. Dat is een mooi nummertje wat we daar hebben, hè? Het gaat wel erg makkelijk, vind ik. Hoezo gaat het te makkelijk? Ik vind het heel erg makkelijk. Leg eens uit. Ja. Ik wil uitleggen. Ik wil nadere verklaringen. Nou, je krijgt 4. Nou, dan heb je al 3 kansen dat het lager is. 17 kansen. Nee, wacht. Even denken. 16 kansen dat het hoger is. Nou, dan krijg je nummer 20. Dan heb je 19 kansen dat het lager is. 0 kansen dat het hoger is. Nummer 2. Dan heb je 1 kans dat het lager is. En ja, toch weer 8. Nee, want dan hebben we de 20 al gehad. Dus dan 17 kansen dat het hoger is. Ja, en nu weer 16. Ja. Maar laat ons wel heel even duidelijk stellen dat wij daar niet op kunnen ingrijpen. Nee. Wesley, daar is maar 1 antwoord op dat hele geval. Dat zijn de regels van het spel. Ja, dat... Ja, duidelijk. Maar Bram, jij mag nu de volgende vraag gaan beantwoorden. Hoger of lager dan de 16? Jij mag goed gaan kraken in dat brein. Ja, ik ben even calculaties doen en berekenen. Maar hij gaat toch voor lager. Hij gaat voor lager. Naar nadere wiskunde in zijn brein gaan we voor lager. Ja, ze vindt de trommelgroffel dat ook. Jij mag het zeggen. Weet ik niet. Ja, mogen de trommel? De trommel? Daar was het. Roel, trommel.
Was het nu een bongo? Pak jij de stok of de trommel? Ik zal de riem om de trommel te dragen. Ah, okay. Dan ja. Ga ik de stokjes even zoeken. Ja? Ja, even zoeken. Ja, hier liggen ze ergens. Ja, de Chinese etenstokjes, de trommelstokjes. Ah, dat trommelen! Ja, daar gaan we! Is het lager? Jij weet het, hè? Ja, we gaan het zien. Ja, dus 12 is 12. Ja, maar Bram, nu moet ik wel eventjes zeggen. Ralf, die zit daar in Maasval denk ik heel erg te zweten. Want jij zit op 4 punten, dus je staat gelijk met Ralf. Ja, maar nou zit ik redelijk halverwege, dus nou wordt het lastig. Ja, oké, daar heb je wel gelijk in, want het wordt steeds lastiger. Maar zolang jij boven of gelijk blijft, maak je nog een grote kans. Dus wat gaan we daarvan doen? Ik ga nog een keer verlager. Hij gaat nog een keer verlager. Ja, nog een keer verlager. Nou, dan moet ik wel eens even kijken naar die onderste rij hier. Of ik daar binnen iets zie. Nou, ze zijn in ieder geval deze keer beter aan het werk dan de vorige keer. Dus ik zie geen nummers meer in het in bed liggen. Eén is daar... wat is die daar aan het doen? Die is de avondshow aan het kijken. Er zijn nummers gewoon naar de avondshow aan het kijken. Terwijl ze moeten werken. Jongens, waar slaat dat nou op? TV kijken op het werk. Ongelooflijk. Maar ja, we moeten het nummer wat eigenlijk niet moet, moeten we even eruit roepen. Dus ik druk even op de onzichtbare knop. Zo, op de onzichtbare knop gedrukt. Jullie konden het niet zien, want mijn arm staat buiten beeld. Maar ik heb op de knop gedrukt. En dat betekent dus dat wij mogen zien of het volgende nummertje laag is. Dat het 12. En jij weet dat zeker? Nee. Maar we gaan het toch doen. Ja, dat is zeker lager. Ja, oké, we gaan het toch doen, dus... Gaan we lager? Wij gaan lager. We gaan lager. We gaan de trommel starten. Oh, het is heel spannend, dames en heren. Ja! Oh! Nummertje 8. Dat is een punt 1, voor 2, Bram. 3, 4, 5. Oh, ik krijg het hier wel een beetje zenuwachtig. Want, we hebben nog nooit iemand gehad die volgens mij de eerste 5 meteen al goed had. Nee, daar heb je wel gelijk. Je hebt allemaal goed niet. Tot nu toe. Dat is een recordhouding tot nu toe. Ja, wat is de highscore in het algemeen? 7 geloof ik, hè? 7. Hoe 7? Ja. Ja, maar voor zeg maar ook meeste nummers achter elkaar goed geraden. Dat weet ik niet. Ik denk dat we het Guinness Book of World Records bij moeten gaan halen, want dit is niet normaal meer. Ja, ik zie dat de wiskunde op zich daar best goed op gedaan is. Ja, maar het is wel in de buurt van elkaar. Nou, is wel in de buurt van, daar heb je gelijk in, maar dat, zoals je zei, de tweede helft is dan iets lastiger. Ja. Maar we gaan voor hoger, dus... ja, als jullie er klaar voor zijn, zijn wij er allebei ook voor klaar natuurlijk. Kijk, ik ben er sowieso altijd voor klaar, want ik ben altijd wel benieuwd wat het volgende nummer is in hoog of laag. Want het is mijn baan om dit spel te presenteren. Dus laat maar komen. De roffel. Ja. De roffel. Oeh. Kunnen jullie even een nummertje laten regenen? Ik hoop dat kan. Ja. Oh, 14. Oh, dat is een record, mensen. Wat gebeurt hier? Eigenlijk weet ik niet meer wat dit normaal is, hè? Staatspunten. Hey, de Guinness Book of World Records kan hier niet meer tegenop. Grootste monster truck. Ga weg. Bram heeft de meeste keer achter elkaar goed geraden hoger lager. Dat is veel chiquer, toch? Moet je kijken. Ja, je bent nu wel echt op dreef, hoor. Dus ga je dit volhouden? Nou, dit wordt lastig. Ik, Ja, maar als ik even kijk. Ik ga eventjes wiskunde doen hier bij die nummertjes. Ik zie daar 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten. En er zijn ook 3 opties. Als jij deze alle 3 nu fout hebt, dan ben je bij 3 terug. Dus als je minstens eentje goed hebt, dan zit je sowieso wel goed. Dus je moet er minstens nog eentje goed krijgen, wil je echt goed zitten. Oké, daar gaan we voor. Ja, dus kijk even goed naar de rest. 14, gaan we hoger of lager? Ja, zeg het maar. Lager. Lager. Nou, ik zal eens even kijken. Ik zal eens even lager kijken, dus ik moet even de lift nemen hier. Ja. Oké. Okay. Ja, het lijkt erop dat lager er goed in zit. Dus Bram, als jij het echt zeker weet, mogen we de trommel gaan roffelen. Kan ik even zeggen dat ik fan ben van hoe jij presenteert? Dat zeg ik je wel. Oh, daar vliegt een lamp uit. Hey. Er vliegt een lamp uit. Ja, er vliegt gewoon een lamp. Oh, en hij vliegt weer aan. Oh, okay. Hij vliegt weer aan. Bijzonder dat deze lamp dit deed. Dat was eentje op afstandsbediening volgens mij. Eentje ging op automaat. Mogen we gaan roffelen voor lager, jongens? Ja, zeker. Ja? Ja, dan gaan we dat doen. Ik hoop, daar gaan we. Ik hoop dat die nummers me daaronder niet teleurgesteld hebben. Want ik heb nog een liftritje ervoor moeten nemen. En de lift kost veel energie. Dus, Ja! Oh, het is lager.
Lachen. Ik weet niet wat ik moet zeggen hier. 3, 4, 5, 6, 7 punten. 7, ik kom even naar jullie toe. Jij kan misschien nog niet alleen maar de streak highscore verslaan, maar ook gewoon de algemene highscore, hè? Ga nou niet jinxen, we gaan even zien hoe dit gaat. Ik kom mijn even, taak is om te jinxen. Ik kom even kijken, Mart. Vertel, wat ben je? Kom even kijken of jullie niet ergens een schermpje hebben staan waar toevallig de cijfertjes staan. Ik weet het niet. Nee, waar heb jij het over? Nee, hij komt ook nog kijken ook. Hij vertrouwt het hier niet, hè? Heb je soms geen vertrouwen in mij of Bram? Wat is dit nu weer voor een opdracht? Ja, dat is de strenge jury, de vakjury. Oh, de strenge jury. Nou, nou. Daar komt hij. Laat hem maar komen. Daar is hij. Laat hem maar komen. Daar is hij. Ja, nou. Meneer de jury, kom er eens bij. Meneer de jury. Nou, vertel het maar eens. Weet hij het 100% zeker? Jullie hebben iets verstopt hier. Waar heb jij nou weer over? Een blaadje met de cijfers. Jullie weten het niet, maar wij kunnen in de computer kijken, maar wij kunnen niks aanpassen. Maar jullie weten dus de volgorde al? Wij weten de volgorde, alleen wij kunnen niks aan die volgorde doen. Wesley, kan jij mij ook horen daar? Ja, ik hoor je. Ja? Anders moeten we gewoon, Blijf jij daar nou staan? Kijk wat ze doen. Ik blijf even staan hier. Ja. Nou, ga jij er maar eens bij staan, ja? Ondertussen, waarom heb ik dit blikje eigenlijk vast? Die blikjes. Ja, die gaan we doen, ja. Ja. Hebben we dat dit hier? Eigenlijk niet, volgens mij. Ik weet niet eens of we die überhaupt over de blikjes hebben gehad. Eén keer volgens mij, maar dat was ook al wel een tijdje geleden. Het stagiaire project waar Bram volgens mij ook deels de oprichter van is. Bram, leg maar eens uit, wat is dit project? Dit is de helft van de blikjes die we hebben. Wat gaan we daarmee doen? Nou, eigenlijk niks meer. Maar het wordt wel een video. Ja, het wordt een heel chique video. Ja. Asti, wat staat er achter je aan schouder? Ja, ja, buk eens even. We moeten even kijken wat daar staat. Ja. Ah, kijk, top. Ja, oké. Okay. Ja, lager. Lager dan de 11, zegt Bram. Nou, ik moet zeggen, ik vind het heel spannend. Dus jij mag het zeker weten. Ik vind het leuk ook, maar gaan we lager. Lager dan de 11. Mogen we de roffel starten? Ja, kom maar. Moet Wesley wel even aan de kant. Moet dit wel in volle glorie zien. De andere kant, Wesley. Oh. En move die man. Ja, die weet ik er nog steeds niet, Wesley. Wat is dit voor een vast? Oh, nee! Oh. Dat is omdat jij daar met die nummertjes zit te klooien. Ja. Hey, daar. Jij hebt gesaboteerd, jij. Ik sta één keer hier. Jij hebt het verpest. Nu kunnen we de Guinness boeken. Weg met die microfoon, Joe. Zo, zie je mensen, ik sta hier en opeens gaat het fout. Dus het is inderdaad, hun hadden iets verstopt. En ja, we gaan kijken of die... Nee, jullie! Nee, kunnen we niet, Arul? Nee. Misschien moeten we dan bij het laatste nummer toch maar kijken. Als je het goed hebt. Alsjeblieft, doe het maar. Is goed. Dan gaan we verder, hè. Oké, ik neem het even over van Max. Kom maar. Moet Wesley wel even aan de kant? Oké. Dan met de 15. Wat is... Na de 15, het laatste nummer. Hoger of lager, Bram? Ja, goede vraag. De vraag. Wij gaan voor lager. Lager dan de 15. Ja. Start ik de roffel in? Komt-ie. Oké, ja, ik ben toch wel echt benieuwd hier. Dan gaan we, dames en heren. Ja, als hij nu weer foto's hebt dat hij ervoor staat, dan is hij de saboteur. Dan is hij de mol. Nu kunnen we het met zekerheid zeggen. Hij is de mol. Nu kunnen we het met zekerheid zeggen. Dus movie, hè? Lager dan de 15, had Bram gezegd. Dat is geen zicht, moet ik zeggen. Ja, dus lager. Het is de nummer 9. Ga weg nou. Ga weg nu. Ja, ja. Oh, wat een... Het is van de hemel geschonken. Oh, wat prachtig. Fraude, sabotage, ga weg. Maar ga jij terug naar je eigen studio. Ga jij maar je eigen fraude en sabotage spelen. Met die 15 van je, hè? Oh, die 15 kon jou niet stoppen van nog steeds een goede score te krijgen. Nee, want wat is nou algemeen de highscore geweest? Dat was 7. En als ik nu even... Roel, ik ben er helemaal klaar mee, die saboteurs hier. 1, ja. 2, 3, 4, potverdomme. 5, 6, 7. Dat is 7, dus je zit op de highscore.
I'll take it. Ja, maar dat betekent niet alleen dat je op de high score zit. Dat betekent niet alleen dat je... Nee. Dit is sabotage. Nee, Wesley. Zo, nee, drie punten voor jou. Nee. Is dat dan geen sabotage hier? Nee. Ja. Ben ik het niet mee eens. Nee. Ben jij dat het niet mee eens? Weet je waar ik het niet mee eens ben? Met het feit dat jij hier... deze nummertjes zit hier te temperen, hè? Je bent er niet mee eens dat jij hier aanwezig bent. Oh ja, maar heb ik dan een contract, hè? Heb jij mij laten tekenen, Wesley? Ik zit in dit jasje omdat jij mij dit contract hebt laten tekenen. Laat de contracten zien dan. Heb je hem zwart op wit? Het contract is... Heb je hem zwart op wit? Zal ik eens even wat vertellen? Dat contract dat ik heb getekend, ja? Dat is geen ding van papier. Dat is een universeel ding. Een universeel ding. No. Dat zijn ook veel universeel als dat de zon opkomt. Ja? Het is universeel als dat de vogeltjes fluiten en de vogeltjes broeden in de lente. Het is universeel als dat eb en vloed bestaat. Hé, hey, vogeltje. Zou jij je werk niet doen en de cijfertjes even verwissen? Ja, ik moet de cijfertjes even verwissen. Nou, ik realiseer 7 punten. Ja, we gaan nog toch weer kort. Kan ik deze man nog ergens goed voor gebruiken? Kan ik deze man nog ergens goed voor gebruiken? Kunnen we hem... ja. Dan gaan we deze man even gebruiken om... Ja, misschien kan je de nummers in de doos doen bij hem. Ja, hij gaat de nummertjes in de doos doen. Want, we beginnen met de 4. Bij de 4 beginnen? Ja, ja. Zo, in de doos. Ja, die 20 moet ook in de 20 doos. 20 in de doos. 2 in de doos. Die doos is wel behoorlijk vol, hè? Dus je wordt... Wordt het al wat zwaarder voor je? Ja, nee. Moet ik komen helpen, Mart? Ik ben niet degene die die nummertjes verzamelt, hè? Moet ik komen helpen, Mart? Nee, jij hoeft niks meer te doen, jij. Jij hebt al genoeg... Kijk, er komt saboteur 1, die komt binnenlopen. Zo. Hoppa, alle nummertjes in de doos. Alle nummertjes in de doos. Tijd. Mag die terug naar de nummertjesfabriek gaan brengen? Ja. De nummertjesfabriek. Jongen. Dus... Over 2 weken zijn we er weer. Over 2 weken, ja. Dames en heren, dit was Hoger Lager weer. En volgende keer zijn we er weer terug met een hele bak nieuwe nummertjes en een nieuwe kandidaat. Dus tot de volgende keer. En een roze jasje en een showpad. Ja, en met pet deze keer natuurlijk. Oké. Okay. Ja, dan de show afsluiten. De show afsluiten. Met en nog meer afsluiten. Nog meer afsluiten, want het is de speler van net die zojuist Hoger Lager heeft gedaan. Ja. Het is nog niet je allerlaatste dag. Zo goed als laatste dag. Morgenochtend is je allerlaatste. Ja. Maar we gaan nu alvast afscheid van je nemen. En je hebt een aantal maanden hier stage mogen lopen. Ja. Ik hoop dat het heel goed bevallen is. Absoluut. Noem eens de hoogtepunten op. Hoogtepunten. Avondshow. Avondshow. Slijmbal. Dan moet ik even beginnen. Ik ben nu te gast. Ik denk toch ook wel de nieuwe avondshow graphics maken. Was ik wel blij mee. Ja, daar zijn wij ook heel erg blij mee. Dankjewel nogmaals. De nieuwe huiszeil, het kader op de televisie bijvoorbeeld. Die vind ik wel goed gelukt. Ja. En voor de rest, ik denk de opnamedagens met het stagiaire team. Dat was wel erg leuk. In Maasveld veel geweest. Ja. Daar was ik van tevoren niet heel veel geweest. Maar nu kan je het terrein wel al een beetje daar. Nu krijg je het bij mijn hoofd. Dus, heel goed. Erg leuk. Bram, misschien een klein beetje interesse om mee in het vrijwilligersteam te stappen? Absoluut. Officieel zit ik daar al in, volgens mij. Ja, maar of te blijven dan? Ik druk me misschien een klein beetje verkeerd. Absoluut. Nee, ik ben wel van plan om... Vergeet niet, onze deur die staat open voor jou. Ja, nee, ik ben van plan om zeker nog af en toe binnen te komen jullie te vervelen. Ja, dat komt wel goed. Heel goed. We hadden niet minder verwacht eigenlijk. Bram, ga je het een beetje missen? Ja, Koran Media. Ja, het is toch wel... ik loop hier al een tijdje over de vloer. Ik wou net zeggen, dus het was als thuiskomen. Ja, dat wel. Ja. Hier is mijn mediacarrière begonnen. Ja. Toen ik 16, 17 was, ben ik hier ook begonnen. Dat heb je mij verteld. Toen ben je de opleiding gaan doen. Ja, omdat ik hier met stagiaires in aanraking kwam. En nu ben ik er zelf in geweest. Nu ben je er zelf in geweest. Een beetje full circle momentje. Je ziet wel aan mij wat er van kan komen als je ooit stagiair hier bent geweest. Ja, precies. Opeens dan kom je hier helemaal niet meer weg. Zit je vast. Dan zit je hier voor vast. En, laat maar nu nooit meer gaan. Precies, inderdaad. Al zit ik dan op Maasveld niet op de bies. Maar dat maakt niet uit. We willen je heel erg bedanken. En niet alleen wij, niet alleen Mart, niet alleen Roel, niet alleen Romario, niet alleen ik. Maar ook Mark, Frank, iedereen die ik nu vergeet. Romario, geef me dat even aan. Als je wil. Uh-oh. Ja. Het hele team wil jou bedanken. En daarom hebben we een kleinigheidje. Ik weet niet of je ervan houdt. Een klein geitje? Een klein geitje. Oh. Eiwit en proteïne zitten er helaas niet in. Maar deze is voor jou. En een heel groot applaus voor Bram, onze stagiair. Dankjewel, Bram. Dankjewel. En we gaan nog een stukje Green Day luisteren en dan gaan wij deze show afsluiten. Toch, Roel? Ja, maar we kunnen misschien nou al ondertussen even dankjewel zeggen. Absoluut. Dankjewel aan Mart.
Dankjewel aan Romario. Dankjewel aan Bram. En dankjewel aan Roel. En uiteraard ook dankjewel Wesley. En dankjewel Ruud. Hey. Ja, tot over 2 weken. Volgende week zijn we er niet. Dan is helaas, helaas Hemelvaartsdag. En de week daarna zijn we er gewoon weer van zaterdag op donderdag. Doei doei, bedankt. Hoi. Doei doei. Fijne avond. Of our lives.